Het is vandaag Burendag. Nou, wat gaan die buren allemaal doen? We gaan kijken en luisteren en interviews geven en vragen waarom ze hier zijn. We gaan hier een gezellig feest maken. Barbecue feest, het jaarlijkse barbecue feest van Zuilen Samen Sterk. En we gaan het gezellig maken voor de mensen, zoals ik elk jaar doe. Om een beetje te zingen voor de mensen. Ik zing zelf ook, dus allemaal het Nederlandstalige lied. Nou, vooral feestnummers, dansnummers, dat vinden ze ook heel gezellig. Dus we gaan er één groot feest van maken. Waarom zit u hier? Voor de gezelligheid. Lekker barbecue, van alles. Marathonkaarten, we hebben uitjes gedaan. Hoe weten de bewoners dat jullie hier zitten? Dat staat op Facebook, Zuilen Samen Sterk. En daar kan iedereen alles op lezen wat hier te doen is. We gaan nou marathon kaarten. Stamppotavond krijgen we dan. Hebben we ook weer gezellig en ook eten, alles erbij. Neemt u ook wel eens mensen mee? Wel vragen, maar niet veel belangstelling. En vooral in de wintertijd, dan willen de mensen de deur niet uit. Maar ik zou zeggen, gewoon doen. Ik heb Lida, Corrie, Leni, die halen me op, brengen we weg. Anders zit je te vereenzamen. Een beetje amore, een beetje geluk. Met jou in mijn... Is daar een bedrag voor dat de mensen moeten betalen? Ja, het moet betaald worden. Ja. Nou hebben we deze, dat is nou 7,50, maar dat gaat volgend jaar naar 10 euro. Het is allemaal vreselijk duur. Maar ze krijgen er heel veel voor. De gezelligheid staat voorop, hè? Nou, dan nemen we er een lekkere borrel op. Nou, moet ik nou alweer nat van. Als het om de liefde gaat, ik weet niet hoe ze heten.